Hola, buenas. Los cinco verbos esenciales en español. De vijf belangrijkste werkwoorden in het Spaans. Vamos a empezar. Ik heb een gratis PDF voor je die je kan downloaden met voorbeelden en een oefening. Dus die kan je er heel goed bij houden. Download hem in de beschrijving van de video. Ser. Ser is zijn. Hè? Dus ik ben. Yo soy. Soy. Hè? We zeggen eigenlijk bijna nooit het persoonswoord. Ja, dus weg. Soy, tú eres, ella, él, usted es, nosotros somos, vosotros sois, y ellos, ellas, ustedes son. Ja, ik zal je een paar voorbeelden geven. Somos franceses. Wij zijn Frans. Soy de los Países Bajos. Ja, ik ben van Nederland. Soy de los Países Bajos. Vale. Ella es mi hermana. Ella es mi hermana. Zij is mijn zus. El verbo tener. Tener is hebben. Ja. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted. Tiene, nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Ik heb, jij hebt, zij, hij, u heeft, wij hebben, jullie hebben en zij meervoud hebben. En ustedes tienen is jullie in Latijns-Amerika, hè? Ustedes, jullie in Latijns-Amerika, in Spanje is het vosotros. Maar het is ook meervoud een groep mensen waartegen je u zou zeggen. Bijvoorbeeld, ustedes tienen razón. U heeft gelijk. Hè? En dan zijn er bijvoorbeeld een groep mensen waartegen je beleefd bent. Ja, ustedes tienen. Nou, wat voorbeelden. Tengo hambre. Ik heb honger. Tengo hambre. Tienes un libro. Heb jij een boek? Tienes un libro. Vale. Querer. Het werkwoord querer. Willen. Yo quiero. Ik wil. Yo quiero. Tú quieres. Tú quieres. Jij wilt. Él, ella, usted quiere. Hij, zij, u wilt. Ja. Nosotros queremos. Nosotros queremos. Dus bij nosotros queremos valt de i weg en gaan we eigenlijk weer terug naar het basiswerkwoord. Hè? Want soms hebben we in de ik, jij, hij, zij, u vorm, hebben we een verandering van klinken. Wat je dus ook hier bij querer ziet. Ja? Dus nosotros queremos, wij willen. Vosotros queréis, jullie willen. Vosotros queréis. Ellos quieren, ellas quieren, ustedes quieren. Hè? Zij willen, ja, of jullie willen in Latijns-Amerika. Ja? Ustedes quieren. Vale, algunos ejemplos, een paar voorbeelden. Hè? Quiero un bocadillo. Quiero un bocadillo. Ik wil een broodje. Nou, lekker. ¿Quieres ir a la playa? ¿Quieres ir a la playa? Wil je naar het strand? ¿Quieres ir a la playa? Het werkwoord decir. Decir is zeggen. Ja, decir is zeggen. Yo digo, ik zeg. Tú dices, jij zegt. Él, ella dice. Usted dice, ja. Hij, zij zegt, u zegt. Él dice, ella dice, usted dice. Nosotros decimos. Nosotros decimos. Decimos, wij zeggen. Ja, let goed op dit werkwoord. Je hebt eigenlijk dat de ik-vorm is sowieso anders. Hè? Yo digo. Dus vandaar dat ik hem ook even noem. Hij is onregelmatig. Ja, yo digo met die G. Dan tú dices. Dan heb je die I eerst. En bij nosotros decimos. Dan komt de E eerst en daarna de I. Nosotros decimos. Vosotros decís. Ja, decís. Jullie zeggen. Ellos dicen. Ellas dicen. Ustedes dicen. ¿Vale? Dices la verdad.
Dices la verdad. Zeg jij de waarheid? Dices la verdad. Yo te lo digo. Yo te lo digo. Ik zeg het je. Ik meen het. Weet je? Yo te lo digo. Yo te lo digo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Van wat zeg jij nou? Ik geloof er niks van. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Of huh? Wat zeg jij nou? Het kan ook positief zijn, hè? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Huh? ¿Qué dices? En dan het laatste werkwoord. Hacer. Hacer. Doen. Maken. Yo hago. Yo hago. Dus je spreekt de H niet uit en de O kort en dicht. Dus yo hago. O, o. Yo hago. Niet yo hago. Maar yo hago. Ja, hoor je het verschil tussen O en O? O, o, o. En het is een O. Hago. Yo hago. Ik doe, ik maak. Tú haces. Tú haces. Jij doet, jij maakt. Tú haces. Él, ella hace. Zij, hij doet, maakt. Usted hace. Ja, u maakt. Nosotros hacemos. Nosotros hacemos. Wij maken, wij doen. Ja? Vosotros hacéis. Vosotros hacéis. Ja, vosotros hacéis. Jullie maken. Ellos, ellas hacen. Zij maken. Of ustedes hacen. ¿Vale? Nou, een paar voorbeelden. Yo hago la comida. O hago la comida. Want die persoonswoorden hoef je niet te zeggen. Hè? Hago la comida. Hago la comida. Ik maak het eten. Hago la comida. Haces las compras. Doe jij boodschappen? Haces las compras. No hago nada. No hago nada. Ik doe helemaal niks. No hago nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Wat ben je aan het doen? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ja, ¿qué haces? Oké, ik hoop dat het allemaal duidelijk is. Que todo está claro. Je kunt dus je PDF downloaden onder de video. Dan heb je even een overzicht van alle werkwoorden die we vandaag hebben besproken. En ook de voorbeelden. En er zit ook nog een oefening bij. Oké, dus vergeet die niet te downloaden. En dan zie ik je heel snel op mijn kanaal. Hasta muy pronto. Adiós.